Dit is de Haagse Ballonnenboer en Stekeltje. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken en welkom bij de Haagse Ballonnenboer, bij de workshops. We gaan vandaag een ketting maken, een beetje een lange grote ketting. Ik ga jullie even de techniek leren hoe je dat moet maken. Ik heb daar zelf zilveren ballonnen voor meegenomen. Je hebt 4 ballonnen nodig. En je hoeft natuurlijk geen zilver te gebruiken, hè? Dat snap je zeker wel. Ik blaas hem met de dubbelwerkende pop 5 keer op. Eigenlijk dat je dit overhoudt. Dat doe ik eigenlijk om een beetje te zorgen dat we genoeg speling hebben. Je blaast er 4 op. Ik heb er al stiekem al 4 opgeblazen of 3 opgeblazen. Ik denk dan hoeven we niet zo heel lang alles op te blazen, want dat kennen jullie wel. Je doet dit. En je hebt er nog 2. Dus je hebt totaal 4 ballonnen. En die knoop je aan elkaar. En dan wat je met de eerste ballonnen doet, is eigenlijk dit. Je wil natuurlijk een ketting gaan maken. En ik maak in deze maak ik 2 dezelfde worstjes. Zoals dit. Deze die leg ik er tussenin. Zo. Ja. Ik ga het wel even opnieuw doen. Kijk, dit wil ik hebben, zie je? Je legt hem dus hier tussen in, leg je hem vast. Deze draai je op slot, zodat je dit krijgt. Ja. Deze doe ik hier omheen. Ja, dus je krijgt nu eigenlijk precies het andere. Dus je hebt dit. Je doet deze hier omheen. En wat ik dan doe, is eigenlijk proberen hetzelfde een beetje hier te creëren. Ik pak dit beet. Zo. Je kan ze ook apart doen, maar ik vind het gewoon lastig, omdat je hebt je hand al heel hard nodig. Dus ik leg mijn hand eigenlijk hier gewoon tegenaan. En ik draai. Kijk, zo. Dan heb je er al 2. Deze leg ik er weer omheen. Dan doe ik dit, zie je. Als ik hier de ruimte heb, pak ik hem ongeveer hier beet en in draaien. Kijk, het komt er niet heel strak op aan, hè. Maar als je zo een ketting nodig hebt, kijk, zie je? Je krijgt dit effect dus. Hier doe ik het weer. Ik duw hem hier weg. Ik pak hem hier beet, dan weet ik ongeveer dat ik steeds hetzelfde zit. En zo ga ik eigenlijk continu door, zie je? Kijk, ik pak hem hier. Ik doe deze weer weg. Zo. Zo pak ik hem en ik draai weer. En je ziet dat we al aardig een kettingje gaan krijgen. En die kan je gebruiken natuurlijk. Als je een anker gemaakt hebt. Voor decoratie, want het is ook soms heel leuk om voor decoratie te maken. Je kan hem als, ja, stel dat je een verjaardag hebt, je denkt van nou, ik wil ballonnenslingers maken. Dan is dit ook een hele mooie manier om dat uit te voeren. En je ziet omdat je aan het eind die ruimte gehouden hebt, kan je eigenlijk ook heel lang doorgaan met het maken van die ketting. En je ziet, ik duw hem nog steeds weg, waardoor ik eigenlijk gewoon die 2 vingers erachter leg. Waardoor het eigenlijk allemaal precies hetzelfde wordt, zie je? En je ziet hoe lang een ketting je nou krijgt. En we kunnen nog steeds door. Je bent daar even mee bezig, maar dan ben je ook even zoet met je ballonnen. En je gebruikt deze ballonnen, gebruik je ja, eigenlijk nu helemaal, totdat ze bijna helemaal op zijn. En je ziet hoe lang die nou al is. En zo heb je dus een hele mooie ketting die je eventueel ook weer zo, als je hem nog langer maakt, bij elkaar kan voegen. Nou, wat ik nou doe als dit zeg maar allemaal een beetje op is, dan maak ik bij eentje maak ik een pinch twist. Zo. Kijk. Zie je? Deze laat ik leeglopen. En deze ook. Dan knoop ik ze hier even af.
Want dan weet ik zeker dat ze niet leeglopen. Nou, deze die maak ik even netjes af. Die doe ik om de pinstwist heen. Zo. Dan doe ik eigenlijk met die andere precies hetzelfde. Die maak ik ook weer even leeg. En omdat ze in die pinstwist zitten, lopen ze ook niet leeg. Ik knoop ze wel voor de zekerheid even allemaal af. Want dat vind ik wel zo veilig. Kijk, en dan heb je een hele mooie ketting die je ook nog eens een keer zo bij elkaar kan binden als het nodig is. Een techniek. Je kan hem gebruiken ook voor een regenboog als je verschillende kleuren gebruikt. Hij is niet al te moeilijk. Ik zou zeggen, leef je uit. En ik ben benieuwd hoe jullie ketting eruit komt te zien. Je kan ook goud gebruiken, maar gebruik lekker je eigen kleur. Dan wordt hij net zo mooi. Hey, tot de volgende keer. Heb je ballon nodig? Kijk even op de webshop van ballon-hondje.nl. En voor nu een hele fijne dag. En ik zie jullie gauw weer bij de volgende workshop. Dit is de Haagse ballonnenboer. En stekeltje. De Haagse ballonnenboer. En stekeltje. Een konijntje of een olifant, een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo voor je.